We zijn hier bij Green Forest Barbecues & Grills in Terneuzen. En wij mogen deze Green Mountain Grills Daniel Boone Prime verloten. Wil jij weten hoe? Blijf dan kijken. Omdat velen van jullie nu thuis zitten, leek het ons een leuk idee om onze wedstrijdkip, die we ook op de wedstrijd maken, aan jullie voor te doen. Daarbovenop doen we een leuke aanbieding met de producten die we gebruiken. En als klap op de vuurpijl verloten we onder de eerste 100 afnemers van onze producten 1 Green Mountain Grills Daniel Boone Prime met wifi. Dus, wil jij ook zo'n barbecue winnen? Volg aan dit filmpje. We gaan vandaag de Vliegende Hollander Competition Chicken maken. En daar gebruiken we natuurlijk onze eigen producten bij. Dus de Gold Brine en natuurlijk de barbecue rub. En daarnaast gebruiken we de Firefly Competition Sauce. Maar we gaan beginnen eerst met de brine te maken. Daar gebruiken we heet water, dus die moet afkoelen. Dus daar gaan we mee beginnen. En dat is het simpelste als we gewoon een weegschaaltje erbij nemen. Dan pakken we 140 gram brine. Dan nemen we kokend water. Ik heb het al even volgekookt. Dus kokend water, 90 graden. Maakt niet uit als het maar goed warm is. Half liter erbij. 640, hoppa. Ja, dan roeren we even goed door. Ik zal even naar... Even goed door, zodat al het zout en suiker goed opgelost zijn. En dan laten we er nog een minuut of vijf staan. Dan vullen we het aan met koud water. En dan gaan we ondertussen beginnen met de kip. Zo, deze kan even weg. Die kan alvast een beetje afkoelen. Dan gaan we de kip snijden. Wij gebruiken zelf altijd wegwerpsnij, kartonnetjes voor kip. Dat is makkelijk. Zeker omdat je met kip werkt. En wij op de wedstrijden echt natuurlijk belangrijk dat je schoon werkt. Omdat je daar geen water hebt, stromend water. Ook je handen wassen, daarom heb ik ook handschoentjes aan. Straks doe ik mijn handschoentjes uit, zijn we gelijk schoon. We werken met kippendijen. Wij halen ze altijd natuurlijk bij onze lokale polier in Zeeuws-Vlaanderen, Zevla. Gewoon kippendijen gebruiken wij voor de wedstrijd. Met vel en bot. Waar we mee beginnen, we gaan eerst het vel verwijderen. Dat is heel simpel, duimen onder het vel. Trek naar links. En naar rechts. Zo. Vel, dat leggen we even apart. Waar we mee beginnen is, we knippen het knokkeltje eraf. Dan snijden we de kip verder bij. Controleren even of er nog kapotte bordjes zitten. Snijden hem bij. Wij houden altijd aan ongeveer 6 bij 8 centimeter. Niks wordt weggegooid. Vriezen we het erin of gebruiken we het in de soep of shawarma, hoe lang je het. 6 bij 8. Snijden een mooi vierkant. Hier dat je mooi een model. Dat is een mooie kippendij. Straks gaat hij de pekel in voor 5 uur. Het velletje. In de wedstrijden willen we eigenlijk altijd buy true skin hebben. Dat betekent dus dat je, als je een hap neemt van de kip, dat je echt een hap neemt. Dus niet heel het vel gelijk op je kin hebt hangen. Dus, het vel, we leggen het mooi neer op je snijplaatje. Wij zijn van het schrapen. We gebruiken hiervoor een quick trim. Dat is eigenlijk gemaakt voor brisket snel te kunnen trimmen. Maar het werkt ook echt super goed op kippenvelletjes. Belangrijk is dat de kippenvelletjes goed koud zijn. Je begint gewoon voorzichtig vanuit het midden. Je moet altijd eventjes de feeling een beetje krijgen. En dan schraap je op een goed gladde tafel. Dat is wel van belang. Er mag niks onder het karton liggen of onder je snijplank. Een glasplaat gaat ook goed. Schraap al het vet van de huid af. Ja, het voordeel van zo'n klein plaatje is, je kan het makkelijk even draaien zonder dat je hem op moet pakken. Een mooi geschraapt velletje. Nou, de kip moet erop kunnen passen. Dus ik leg hem er even op. En dan kan ik hem mooi op maat snijden. Dus we hebben nu een afgeschraapt vel. In principe kan je nu erin kijken. Bijna. Zometeen na het pekelen leggen we die over de kip. En klaar is Kees.
Nu heb je een wedstrijd, kippendij. Met, als het goed is, bite through skin. Oppassen met de quicktrim, want het zijn echt vlijmscherpe blaadjes. Dus nooit zo eventjes met je vingers over het mes ingaan, want dan is de kippentrim sessie voorbij. Goed, als we alle kippendijen gedaan hebben, allemaal getrimd, leggen we de velletjes allemaal op dezelfde manier op een stapeltje. En de kip gaan we pekelen. We hebben de brein, die heeft nu een tijdje staan trekken en is nu eigenlijk afgekoeld. Die doen we in een grotere pan. Zo. En dan vullen we deze aan met 900 ml koud water. En dan is de brein klaar om de kip erin te doen. We leggen de kippendijen er gewoon, één voor één, gewoon erin. De kip heeft nu 5 uur in de pekel gelegen. We gaan ze nu afspoelen en te drogen leggen. Gebruik hiervoor schoon water. De kip heeft nu een kwartiertje uit staan lekken. We gaan hem verder eventjes droog deppen. Gewoon met keukenpapier. Voordat we de kruiden aanbrengen. Pak een kippendij. Pak hem gewoon even zo droog. Gelijk naar de laatste stukjes kruiden uit de brein verwijderen. We leggen hem eerst op de rugzijde. Zo, als alle kip droog is, brengen we de rub aan. Nou, we gebruiken natuurlijk de captain's look. Ook goed op spareribs of pulled pork of wat eigenlijk. Gewoon dun laagje, zeker de onderkant, niet te veel. Dan draaien we ze allemaal om. Zeker de onderzijde, niet te veel rub. Dat komt de smaak niet ten goede. En dan krijg je een papperig gevoel, mondgevoel. Bovenkant kan iets meer rub. Dat die mooi oplost. Na het aanbrengen van de rub plakken we de velletjes erbij. Ja. Dit is altijd even een tijdrovend karweitje. Maar we pakken een dij en leggen het vel eroverheen. En we pakken onze schaar. En knippen het overtollige vel eraf. Heel mooi op model brengen. En dan leggen we in de pan. Zo, alle kip is nu op maat. Geknipt de velletjes en netjes in de bak gelegd. Wat nu belangrijk is om een goede bite through skin te krijgen, is even een klein beetje boter over de kip. En we gebruiken gewoon vloeibare margarine, maakt niet zoveel uit. Gewoon een mooi laagje eroverheen. Even met de hand invrijven. Dit zorgt ervoor dat je straks gewoon in één keer door het huidje heen kan bijten. Nog een klein beetje kruiden over de kip voor wat extra smaak. Zo, de kip is nu klaar om in de barbecue te zetten. We pakken temperatuur 150 graden voor ongeveer 3 kwartier. En nu is het gewoon wachten. En over 3 kwartier gaan we meten of die gaar is. Terwijl de kip aan het garen is, gaan wij nu de saus voorbereiden. We pakken natuurlijk de Firefly Competition saus. 100 ml. Ongeveer. Dan voegen we daar een flinke scheut honing toe. Dat zorgt voor een beetje extra glans. En wat water om het iets vloeibaarder te maken.
Je maakt de saus gewoon warm. Zorg dat hij niet gaat koken. En je blijft roeren en controleer op de dikte van de saus. Als die naar je zin is, hou je het pannetje van het vuur. En als de kip dan klaar is, kan je hem gelijk mooi lakken. Zo, ik heb de kip net gemeten. Die is netjes op kerntemperatuur, 80 graden. We gaan hem nu uit de barbecue halen en in de saus zetten. De saus is lekker warm. En we gaan er voorzichtig overheen laten lopen. En insmeren. Oh, ze ruiken al super lekker. Zo, gewoon een dun laagje, niet te veel saus. En de laatste plekjes een beetje bijwerken. En dan zet ik hem nog even terug, dat de saus even een beetje aan kan trekken. En dan zijn ze klaar. Ik heb de kip nu even teruggezet. We laten hem zo een minuutje of vijf staan om de saus aan te trekken. En dan neem ik ze eruit en dan kunnen we proeven. En normaal gezien is dat de award-winning kip. De saus heeft nu 5 minuutjes kunnen aantrekken. En ik ga nu de 6 mooiste dijen in de box leggen voor de jury. Belangrijk is natuurlijk voor de jury, het moet mooi gepresenteerd worden. Mensen eten met hun ogen. Deze box kan naar de jury. Super sappig. Wat zit er in het Competition Chicken pakket? De Captain's Luck All Purpose Up, die ook alles kan gebruiken, van vlees en gevogelte. De Captain's Luck Cold Brine, heerlijk voor kip, varken en vis. De Firefly Competition Saus, echt een van de beste sauzen op de markt. 1 rol van 30 meter extra sterke folie, 21 microns, de sterkste op de markt. 1 kilo Green Forest Cash & Rook Pellets, een set Old School Aluminium Bakken, een Quick Trim Mes. 10 stuks wegwerpsnijplanken en 1 beschrijving van de Competition Chicken op papier. Dit complete pakket kost normaal dik 100 euro, nu met 20% actiekorting. En als klap op de vuurpijl wordt er onder de eerste 100 afnemers van onze pakket een Green Mountain Grills Daniel Boone Prime verloot. Dus, wil jij ook kans maken op die mooie grill? Bestel dan ons Competition Chicken pakket. De barbecue gaat eruit zodra alle pakketten verkocht zijn, dus deel deze actie met je vrienden, familie en bekenden.